het groene hart van Twente, in het landelijke plaatsje Twekkelo, werkt de familie Roerink aan de lekkerste boerenzuivel van Nederland. Zij verkopen hun zuivelproducten al ruim 30 jaar in hun welbekende emmertjes, onder de naam Zuivelhoeve. De zuivelproducten worden gemaakt van verse melk van boeren uit de omgeving van Twekkelo. Inmiddels zijn hun unmeunig lekkere zuivelproducten ook verkrijgbaar in België, Duitsland en Engeland. Tijdens dit filmpje laten we zien dat de Zuivelhoeve met het product Boerenmuesli inspeelt op de pijler gemak en de enabler innovatie van het Wheel of Agrofood Marketing. Mijn naam is Nina Nijkerkamp. Ik ben product manager, dus eigenlijk doe ik de marketing voor Zuivelhoeve, met name voor Retail Nederland. Het introduceren van nieuwe producten vanaf het idee tot aan dat het eigenlijk in de winkel staat. Waar de creatie voor Zuivelhoeve heel erg belangrijk. We zitten hier nog echt op de boerderij waar de producten ook geproduceerd worden. We willen dat landelijke, ambachtelijke uitstralen, ook met het emmetje, ons icoon. Het transparante emmetje, dat de consument echt mag zien wat er in dat emmetje zit. De lekkere, stevige yoghurt met fruit onderin. En die moet boven alles onmeunig lekker zijn, zoals we dat in Twente zeggen. Boerenmuesli is 9 jaar geleden geïntroduceerd. Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit de trend dat consumenten thuis al yoghurt met muesli aten, bijvoorbeeld als ontbijt of als lunch. Daar wilde Zuivelhoeve graag op inspelen door de consument het gemak te bieden, door een kant-en-klaar concept aan te bieden. Muesli met yoghurt in de portieverpakking, wat je ook nog voor onderweg mee kunt nemen. De ontwikkeling van het product is eigenlijk als volgt gegaan. We zijn gaan kijken hoe kunnen we dit het beste uitvoeren. Je gaat kijken welke verpakking ga ik gebruiken. Hoe ga ik die muesli verpakken? Ga ik die aan de yoghurt toevoegen of ga ik die separaat verpakken? Ga je een lepeltje toevoegen? Hoe ga je dat doen? En daarnaast natuurlijk smaakontwikkeling, heel erg belangrijk. Daar krijgen we eigenlijk dagelijks het compliment van de muesli. Dat de consument vraagt waar kan ik die apart kopen in grote verpakking. Het proces is eigenlijk heel goed gegaan qua ontwikkeling. Maar gaandeweg kwamen we erachter dat het bekertje eigenlijk iets te klein was. De consument wil natuurlijk de muesli toevoegen. Die ruimte was er niet in het bekertje en daarnaast moet er dan ook nog geroerd worden. Dus dat werd een beetje een knoeiboel. Daarom hebben we uiteindelijk een nieuw bekertje gezocht. Zodat er iets meer ruimte is. Net wat meer gemak voor de consument. En daarnaast hebben we uiteindelijk het design geoptimaliseerd. Dat het echt de ambachtelijkheid van Zuivelhoeve uitstraalt. We hebben het product eerst geïntroduceerd in bedrijfskantines. Daar was de vraag het grootst. En daarnaast is het een passende positionering vanwege het lunchmoment en de portieverpakking. We hebben uiteindelijk een aantal jaren geleden ook de keuze gemaakt om het product in de supermarkten te introduceren. Er was steeds meer vraag naar portieverpakkingen, doordat er steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens zijn in Nederland. Daarnaast deed onze emmer het heel erg goed en hebben we precies de USP's in dit product ook weer meegenomen. Dus het transparante bekertje, het fruit onderin en die ambachtelijke uitstraling. Wat er eigenlijk heel goed is gegaan, dat wij een redesign hebben doorgevoerd. Dat heeft ons verder doen groeien. En daarnaast hebben we 2 nieuwe smaken ingevoerd, de honing en de bosvruchten. Wat ons eigenlijk ook nog verder heeft doen groeien. Die omzet is eigenlijk alleen maar on top gekomen. Dus dat betekent eigenlijk dat het product niet heeft gecannibaliseerd op de aardbei en de naturel. Het concept is echt een succes geworden doordat de kwaliteit gewoon zo goed is. Die lekkere stevige yoghurt, het fruit onderin, krokante muesli. En daarnaast het gebruiksgemak, portieverpakking, handig voor onderweg. Het lepeltje wat je altijd bij je hebt en de goede vulling wat het geeft. Daarnaast de smaakvarianten, hele herkenbare smaakvarianten voor de consument. Dit concept zorgt ook voor een succes, doordat de consument nieuwe momenten op de dag kan ontdekken om echt van yoghurt te genieten. Zuivelhoeve biedt een lekker toetje aan dat op ieder moment van de dag gegeten kan worden. De learnings van Boerenmuesli zijn: blijf kijken en luisteren naar de consument en ontwikkel je product daarop door. Dat je succesvol kan innoveren door nieuwe combinaties te maken van bestaande producten. En door te innoveren bestaat er de mogelijkheid om nieuwe afzetkanalen aan te boren.